Seks, drugs en rock'n'roll. Vroeger was dat cool. Wie vandaag cool wil zijn, kweekt eigen biogroenten. Hip, hipper, hipst. Of zit er toch meer achter? We zijn het eens gaan vragen in een Brusselse stadsboerderij. Ici aujourd'hui on donne un cours ou un atelier de jardinage biologique où les personnes peuvent directement mettre la main dans la terre et apprendre en faisant. Et ça fait partie aussi d'une dynamique beaucoup plus large parce qu'un peu partout dans Bruxelles, il y a des cours de jardinage qui s'organisent, des potagers collectifs qui sont accompagnés pour se mettre en place. Alors on pourrait peut-être d'abord penser que c'est une mode, mais ce n'est pas une mode qui est amenée par la publicité, c'est vraiment une mode qui vient d'un esprit de réflexion et d'un esprit critique. Ce que recherchent les personnes qui cultivent, c'est bien sûr d'avoir des légumes de meilleure qualité, dont ils connaissent l'histoire, mais c'est aussi participer à une production beaucoup moins polluante, qui émet moins de CO2, puisque l'utilisation d'engrais chimiques, l'utilisation de grandes machines dans les grandes cultures, sont tous des éléments qui consomment des énergies fossiles et produisent du CO2. En tout cas, faire son potager, c'est vraiment une alternative ou un acte de résistance par rapport au modèle de production industrielle. On n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas de grosses machines, on est vraiment tout à fait local et beaucoup moins consommatrice d'énergie, donc moins productrice de CO2 et moins d'impact sur le changement climatique au bout du compte. De industriële landbouw helpt de wereld om zeep. Eigen biogroenten kweken is dus hip, rebels en duurzaam. Perfect! Maar kunnen we iedereen voeden met kleine tuintjes? Zijn burgerinitiatieven genoeg? Zou de overheid geen rol moeten spelen? Mio, ¿quieres ver producción de vegetales en la ciudad? Vamos conmigo. Cuba ondergaat sinds jaar en dag een economische blokkade van de Verenigde Staten. Na de val van de Sovjet-Unie bevond Cuba zich in een situatie waarin ze plots geen voedsel meer hadden. Ze moesten absoluut voedsel beginnen kweken. En dat zonder toegang tot olie, meststoffen of pesticiden. Es donde surge el movimiento de agricultura urbana en Cuba. Todos los espacios de la ciudad se empezaron a ocupar para producir hortalizas con bases orgánicas. Te tildaban de loco. Producir vegetales, ¿cómo? No puede ser. En la ciudad, aquí, no. La necesidad nos hizo cambiar de manera muy rápida. Sabemos que el hombre la mentalidad no la cambia fácil, pero la actitud fue la que tuvo que cambiar. Si no producíamos, no comíamos alimentos. Om de bevolking te kunnen voeden, werden overal in de steden biomoestuinen ingericht, organoponicos genaamd. De overheid zette een leger wetenschappers aan de slag om biologische teeltechnieken te ontwikkelen. Het resultaat? De bevolking kweekt haar eigen voedsel in een van de meest gesofisticeerde en duurzame stadslandbouwsystemen in heel de wereld. Norma werkt in een van de grootste organoponicos van Havana, Vivero Alamar. Ze stelt ons voor aan Turo, een van haar 170 collega's in de coöperatieve. Aquí, bueno, aquí el objetivo fundamental es la producción de hortaliza para satisfacer las necesidades de aquí de la comunidad. En el lugar este donde estamos, esto antes era un basurero. Realmente esto surgió como una necesidad y eso, bueno, nosotros hoy prácticamente casi estamos un poco que agradecidos por esa parte de derrumbe del campo socialista, bloqueo americano, toda esa cosa nos ayudó para que nosotros llegáramos a tener una agricultura orgánica sana. In Cuba komen vandaag 70% van de groenten uit biologische stadslandbouw. Het is dankzij de overheidssteun aan kleine burgerinitiatieven die ontstonden tijdens de voedselcrisis dat men resultaten op grote schaal kon behalen. Als het echt moet, kan het dus. Met een heel pak positieve gevolgen. Está claro que es un modelo de producción más sostenible para el planeta. El impacto ha sido ambiental porque no se utilizan productos químicos, social porque ha generado mucha fuente de empleo y también en la cultura alimentaria del cubano. Hip, rebels, duurzaam, gezond en een echt alternatief. De Cubanen laten zien dat onze biohipsters het bij het rechte eind hebben. Toch geeft biologische stadslandbouw pas echt een kans op slagen als overheid en burgers er samen hun schouders onder zetten. Om het klimaat te redden is het essentieel dat de sociale bewegingen mobiliseren om hun stem te laten horen bij de overheden.
Een rechtvaardige en duurzame samenleving ligt binnen handbereik. Geen tijd te verliezen.